Sprookjesbos begint onze dag vandaag met het halen van een emmer water uit de waterput voor de deur. En dat water is diverse malen door laboratoria onderzocht en geanalyseerd en zeer schoon en erg gezond bevonden. Na het water gaan wij in de keuken het avondeten vast voorbereiden. Ui uit de krim, lekker scherp zoals je ziet. En voor de goulash gebruiken we natuurlijk een overheerlijk stuk rundvlees. Jazekers, vers gehakt door de halal slager. Wij maken voor vanavond een stoofpot, dus die kan lekker de hele dag pruttelen op het gas. Terwijl wij op de grootste rommelmarkt van Sint-Petersburg op zoek gaan naar diverse leuke muziekinstrumenten en allerlei andere exotica die de lokale bevolking ons te bieden heeft. Wat is dat voor brood? Roggebrood. Donker roggebrood. De mini werkt in de trein het lijstje bij wat ze op de rommelmarkt wil zoeken. Van alles en nog wat. Zou ik een paar voorbeelden noemen? Ja, dus. Muziekinstrumenten. En misschien een veldfles als die van goede kwaliteit is. En een jas. Jas hadden we de vorige keer ook gekocht en die zat echt heel lekker, maar nu is die te klein. Halverwege tijd voor een bak koffie, maar ze hebben hier geen koffie meer. Dus we drinken kwas, lokale lekkernij, zeg maar. Aardappelen en een knakworst. Dit is met kool en een knakworst. En dit is met vlees, oftewel met gehakt. Dit is met kip en champignons, denk ik. En dit is, oh ja, dit is een bladerdeeg met knakworst. En dit is een tweeklak. Iets met twee knakworsten. Welke vind jij lekkerder? Die met aardappel of die met kool? Weet het niet, ik vind ze allebei even lekker. Nog even proeven. Weet het niet, ik denk die met aardappel. Van ons boodschappenlijstje op deze rommelmarkt is nog niet heel veel terechtgekomen. Al heeft de mini wel wat leuke dingen gevonden en hebben een paar toffe boeken gescoord. Een boer? Een boer? Ja. Mama heeft boeken gevonden en een mes. Ik ga kwijt. Kill him. What the?
En dan kom je zomaar even een oud speler van Zenit Sint-Petersburg tegen. En niet zomaar eentje, maar eentje die later verzorger werd bij Zenit. En daar samen met Dick Advocaat werkte. Normaal gesproken had je een zwarte schort. Op de feestdag had je een wit schort. En dat moest vervangen worden. Dat werd vuil, dat werd... En die armband ook, hoorde die er ook bij? Armband? Dit is als je... aan de beurt was voor om iets... om ergens controle over te houden. Hoe heet het ook alweer? Ik ben de naam vergeten. Het is een driesnarig instrument.